van de Schoenmakers. 2-0 overwinning tegen Gent. Meer dan verdiend, denk ik. Ja, zeker, denk het wel. Gent is niet echt gevaarlijk geweest. Ze hebben 1 hoog schot over gehad. En de rest controleerde bij de wedstrijd. Dus ik denk meer dan verdiend. Het was wel een gesloten wedstrijd. Heel weinig doelkansen. Maar jullie leken me net iets meer gedreven. Ja, natuurlijk zijn we gedreven. Van Gent wil je gewoon winnen. Ze stonden nummer 1. Volgens mij staan ze het nog op 1 punt of nog een paar punten. Maar ja, natuurlijk wilden we winnen. Maar na de rangschikking toe was uiteraard die overwinning vandaag wel een noodzaak. Ja, zeker was het een noodzaak. Maar dat is altijd tegen welke club dan ook. Ja. Je moet gewoon winnen. Klaar. Ja, je scoort vandaag weer, ondanks dat je misschien iets moeilijker in de wedstrijd zat, maar uiteindelijk scoor je weer. Waar reikt de ambitie van een Sander Schoenmakers? Een kampioenschap, ja. Dat is alles wat telt. En denk je dan ook ooit aan Oranje? En Oranje, nou ja, het is altijd leuk om voor Oranje gevraagd te worden, maar het enige wat ik eraan kan doen is gewoon goed voetballen en scoren en belangrijk zijn voor mijn team. En dat wil ik blijven doen. Nu de volgende wedstrijd is naar de beker toe. Ja. Het is tegen Heist. Jullie zitten wel maar standaard ook, net als andere teams, aan de verkeerde kant. Gent heeft bijvoorbeeld een heel makkelijk programma in die beker. Ja, dat hoort erbij. Je moet geluk hebben met de beker. Als je gewoon goed speelt, moet je gewoon die finale kunnen halen. En dat is gewoon, wij willen die beker ook winnen. Dus, Qua motivatie is het misschien wel beter om tegen Superliga teams te spelen in zo'n beker. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is uiteindelijk minder te verliezen dan tegen een ander team. Ja, zeker. Dat is altijd spannend. Laatste vraagje. Een speelster die heel vaak scoort, die wordt ook heel vaak bij andere teams gesolliciteerd. Heeft deze Sanne ook ambitie om ooit bijvoorbeeld in een Bundesliga te spelen? Goeie vraag. Ja, natuurlijk. Als de mogelijkheid er is, is het altijd leuk om gevraagd te worden. Of het mogelijk is een tweede. Ik studeer ook geneeskunde, dus we zullen zien. Oké, dan wens ik proficiat met de overwinning en heel veel succes naar de toekomst. Dank je.